Het installatiebedrijf KIN met het hoofdkantoor in Rijen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf telt 240 medewerkers, waarvan 107 op het hoofdkantoor. De andere medewerkers zitten op de vestiging in Almere en Ude. De onderneming is in liquiditeitsproblemen gekomen door verliezen op bepaalde opdrachten. De curator gaat nu op zoek naar overnamekandidaten. De kans bestaat dat het bedrijf wordt opgesplitst.